Wie weet waarom niet een handrem. Waarom zou er niet een handrem in kunnen zitten? Dat je, dat je hem op een helling zou je het ook de hellingproef doen met een tank. Ja, dat zou kunnen. Ja. Kijk, als je hem op een helling zet en hij begint meteen naar beneden te zakken, dat kan ook <laughs> de bedoeling natuurlijk zijn. Ik denk dat er een vrij normale bedieningssysteem in zit. Ik weet bijvoorbeeld helemaal niet of er een automatische verstelligbak zit, is zo'n leopard ja of nee. Nou ja, we hebben ze alweer weggedaan. Ja. Toen ik in dienst zat, toen hadden we ze hadden we er geloof ik maar een paar van de eerste serie. En ondertussen hebben we ze alweer weggedaan. Leopard had bij mijn weten een heel behoorlijke reputatie. Het van hem. Kunt u mij horen? Wil je als eerste op de hoogte worden gehouden als er weer een nieuwe podcast is? Volg ons kanaal dan gratis en voor niks. Op Apple Podcasts door op het plusje te klikken. En op Spotify door op volgen te klikken. Ja, ik zal het licht even aan doen, maar dan zet ik wel de motor aan. Want anders, je weet het met deze accu. Ja, het is geen sterke accu, hè? Nee. Komt waarschijnlijk omdat de Audi A3 eigenlijk in Duitsland bekend staat als vrouwenauto. Is dat zo? Ja. Ah, Waardoor is ze zwak? Ja, accu's. <laughs> Ja, dat denk ik. Ja. Ik. Ik werd vandaag trouwens gebeld door de Veronica-gids of ik een profiel over jou wilde maken. Of nee, ze waren bezig met een profiel of ik iets wilde zeggen. En ze hadden Filip ook al gebeld. En Filip had gezegd dat je zo'n leuke opa bent. Oh, nou ja, ik ga er graag mee akkoord. Ja. Alleen begrijp ik niet goed waarom je dan mijn kleinkinderen niet belt. Nee, want het, het was. Want dat zijn de enige, natuurlijk, redelijke getuigen. Ja, maar het van gaat mijn opa-rol. Op, het gaat over het nieuwe seizoen van de Van Rossums. Hier zijn de Van Rossums, begint binnenkort weer. Nou, is het zo in mei, geloof ik, of zo toch? Om een maand te gaan. Oké, okay, nou, die, die man die zei in ieder geval, ja, het begint weer. En we zijn allemaal mensen aan het bellen. Ze hadden ook um, je broer of je zus, volgens mij, gebeld, zeiden ze. En dan gaan ze een profiel maken. En uh, dat zijn allemaal mensen die wat vertellen over Maarten. Ja, mijn zuster zou wel zeggen dat ze nou helemaal geen zin heeft om dat te doen. Dus nou, we zullen zien. Ja. Ja, daar komen altijd dezelfde dingen uit. Ja, daarom wilden die andere mensen bellen. Dus daarom belde die waarschijnlijk mij. En hij wilde misschien Willem ook bellen. Oh, nee. <laughs> ze gaan maar. Ze gaan gang, maar. Ja. Hé, hey, we hebben natuurlijk weer een week met heel veel Oekraïne-nieuws. Ja, je moet er wel iets over zeggen natuurlijk. Over het Oekraïne-nieuws. Ja, wat wil je er als eerste? Wat vond je opvallend? Want we hebben natuurlijk een, een Pff, één dag gehad met drie toppen. Nou, ja, ik keek natuurlijk nog even. En ja, wat ik wel opvallend vond. Of die geruchten waar zijn of niet, dat weet je natuurlijk niet. Maar dat de Russische militairen hadden verklaard dat ze zich uh, gingen concentreren op de Donbass. Op de verdediging en afronding van uh, het, het terrein van de Donbass. En dat ze eigenlijk niet zo geïnteresseerd waren in de verovering van uh, grote steden. Ja, wat in, in feite, wat je kunt interpreteren als uh, dat een. Strategie tot op heden niet erg succesvol is geweest als het om die grote steden gaat. En kennelijk zijn ze ook nog niet zo geweldig opgeschoten in die Donbass. En het zou natuurlijk betekenen dat ze veel beperktere doelstellingen nu hebben, of nu aan het formuleren zijn, dan de welke die ze hadden. En dat zou op zichzelf een hoopvol teken zijn. Nou, moet ik zeggen, bij die Russen eh, is het vertrouwen nooit zo verschrikkelijk groot natuurlijk. We hebben eerder al gehoord dat de onderhandelingen hele redelijke vorderingen maakte En beide zijden zeiden: nee, dat is nou realistisch. En er kon wel wat uitkomen. En dat bleek allemaal niks te betekenen te hebben. Dus het is wel een beetje kijken hoe zich dit verder ontwikkelt. Tenminste, omdat de Russische, sorry, de Turkse bemiddelaars. Ja. die hadden verklaard dat, dat eigenlijk een, een akkoord op handen was. Ook dat daarvan zou ik zeggen, ja. Dat hebben we eerder gehoord en dat is toen niet gebeurd. Maar als je deze twee dingen natuurlijk combineert, dan zou er een soort akkoord mogelijk moeten zijn. He, dus Rusland beperkt zich tot de Donbass, in principe, en ziet af van de grote steden. En dan kun je je wel een constructie voorstellen, waarbij natuurlijk beloofd wordt dat Oekraïne geen lid van de NATO wordt. Uh, dat zat er natuurlijk al dik in. Dat die gebieden die in 2014 veroverd zijn, namelijk de Donbass en, het, en de Krim, dat die natuurlijk niet teruggaan. Hoe het daar met dat stukje kust tussen de, de Krim en, en, laten we zeggen, de Donbass gaat, is niet helemaal duidelijk. Dat is waar nu natuurlijk ook heel fanatiek over wordt gevochten. En ik las ook ergens dat een, een partiële demilitarisering dan mogelijk zou zijn. En dan zou, dat was al wat komisch. Deze passage werd afgesloten met het feit dat de Rusland dan de veiligheid van de Oekraïne ging garanderen. Waar je natuurlijk toch uh, niet anders dan vrij cynisch over kunt lachen. Maar het zou betekenen dat er een mogelijkheid is. Dat dit, dit zijn ook geluiden die je deels al wel eerder hebt gehoord. Tel dit op. Wie weet hebben die militairen de waarheid gesproken? Ik heb geen idee. Uh, en ja, voortzetting van het conflict heeft natuurlijk ook uh, hele onaangename kanten. Ja. Vooral de immense verwoestingen die de Russen aanrichten, daar, daar word je niet vrolijk van. Dat ja, dus is echt, echt gruwelijk. Poetin denk, lijkt wel te denken: van, we verwoesten gewoon de hele boel. En dan, dan kunst... nou ja, daar heeft hij een hele reputatie heeft hij op dit punt opgebouwd in Tsjetsjenië en in Syrië. Dat ze vooral geweldige verwoesters zijn. Echt. Geweldige vechtjassen, dat blijken ze dus niet te zijn. Maar geweldige verwoesters, ik heb het al een keer tegen jou gezegd... als wij een kanon kopen, dan kunnen we heel overweg naar elkaar knallen... in de komende twee weken, dat is niet zo'n geweldige kunst. daar hoeven we niet veel voor te kunnen. Uh, en dat, uh, maar goed, uh, als je natuurlijk je afvraagt... hoe zou het dan precies verder moeten... dan zit je met die verwoestingen, punt één. Uh, sowieso wat nu al verwoest is, moet... moet Honderden miljarden kosten zou ik schatten bij, bij een eventueel effectief herstel. Maar je zit natuurlijk nog met een tweede probleem, namelijk het probleem van de vluchtelingen. En die, nou ja, er zijn nu al 3,5 miljoen mensen gevlucht uit de Oekraïne. Intern is er ook een, een enorme verschuiving van bevolking gaande. Waarbij men van de, van de gevechtscentra in de richting van het westen het trekt. Naar Liv en zo. Uh, maar je kunt je ook voorstellen dat uh, Poetin bij zichzelf denkt: nou ja, ik uh, voeg er nog eens een keer 3 miljoen vluchtelingen aan toe. Omdat dat natuurlijk op termijn ook voor West-Europa, hoe we we nu ook een, 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 een welkom toeroepen aan die, aan die Oekraïne, ze natuurlijk toch een destabiliserende werking zal, zijn, ja. he, zal hebben. Dus je denkt Kijk, dat hij het misschien bewust doet. Ja, ik denk dat vrijwel alle ellende en kwaad die Poetin aanricht, dat hij dat bewust doet. Dat hij weet dat het die mogelijke effecten kan hebben. Nou, dan is er nog een derde kwestie waar de Amerikanen zich er steeds erg druk over maken. En dat zijn die chemische en biologische wapens die hij eventueel zou kunnen inzetten. Nog even afgezien van het feit dat hij al veel eerder in het hele proces over nucleaire eh, wapens op scherp stellen heeft gesproken. Ik moet je zeggen. Tot op, het moment, tot op dit moment denk ik dat dat in feite ook weer een heel handige manier is om ons op het verkeerde been te zetten. Oh jee, oh jee, wat nu? En, en. voorzichtig aan met die Poetin, enzovoort, enzovoort. Aan de andere kant, ja, ik dacht ook dat hij de bezetting niet zou doen. Simpelweg op grond van rationele overwegingen. En, en ja, uiteindelijk is ook gebleken dat hij de risico's buitengewoon slecht had ingeschat. Zodat hij nu wel met een. Dat is een ruïne van een strategie, zit, maar toch wel met een sterk verrafelde strategie, zou ik zeggen. En bij die waarschuwingen van de Amerikaanse kant moeten we eerlijk toegeven dat eh, de Amerikanen eigenlijk een strategie gevolgd hebben, al enige tijd ook al voor de bezetting, waarbij ze eh, duidelijk eh, interessante informatie doorgaven eh, ter waarschuwing. En het klopte vaak ook. Precies, het klopte vaak ook. Terwijl je in het begin denk je dat is allemaal gezegd van Amerikanen, denken aan Irak. Hè, waar ze natuurlijk wel helemaal niets van klopten. Laten we dat nog even aanpunten. Eh, maar dit bleek allemaal vrij redelijk te kloppen. Dus misschien hebben ze wel uit het veld geruchten gehoord dat, dat de Russen in die richting denken. En dat zal natuurlijk allemaal samenhangen met het feit dat hij zijn wanhopige momentjes moet hebben: dat hij denkt, hoe gaat dit aflopen? Want natuurlijk, het wonderlijke feit doet zich voor. dat die Oekraïners, nietwaar, die, die over een, een veel geringere militaire capaciteit beschikken. in feite het gevecht tot op heden, in ieder geval in tactisch opzicht, gewonnen hebben. Ja, want zij zijn en, wel gemotiveerd, hè, die soldaten daar in die kant. Prima gemotiveerd. En kennelijk ook iets beter nagedacht over hoe je de zaken aan moet pakken. En hebben al meerdere malen, dat lezen we ook in de krant. Ik lees natuurlijk alles in de krant, daar heb je. Het is niet zo dat ik gerafeld en wel uit de Oekraïne ben teruggekeerd. Dat je even gebeld met iemand daarin. Ja, zelfs dat niet. In Mar ik heb nooit iemand gebeld in Oekraïne. Sterker nog, ik ken niemand in de Oekraïne. Uh, ze hebben een aantal uh, kleinere objecten kleinere steden, hebben ze terugveroverd. Ja, dat geeft toch wel aan dat ze uitstekend functioneren en dat hun, hun tactische aanpak uh, werkelijk uitstekend is. en... Zoveel is ons ondertussen wel duidelijk geworden dat die Russen er natuurlijk in het praktische gevecht op een aantal punten echt niets van terugbrengen. Nee, ze zijn echt prutsers wat dat betreft. Ja, dus ik weet niet, Gerson was eerst in de Russische handen, maar nu niet meer. We hebben al een hele massa van die luchtfoto's gezien van, die, van, die, van dat vliegveld daar. Dat zag er voor de Russen ook niet al ja. te vrolijk uit, natuurlijk. Ja. Dus. Het is maar net hoe je het bekijkt. De optimist zal zeggen, nou ja, ik zie signalen hier en daar dat het de goede kant op zou gaan. En de pessimist zal zeggen, nou ja, dit kan ook nog heel lang duren. Wanneer de Russen inzetten op alles kapot schieten. En het destabiliseren natuurlijk van de tegenstander door een. een zo groot mogelijk een stroom van vluchtelingen te veroorzaken. Ja. Hoe denk je dat dat vastloopt, dan die vluchtelingenstroom? Want op zich zou je zeggen, we hebben genoeg ruimte in West-Europa. Amerika gaat ook mee helpen. 100.000, dat is natuurlijk op een totaal van 3,5 miljoen tot nu toe. Stel dat nou niet zo bijster. Ja, maar dat kunnen ze oplossen natuurlijk. En bovendien is het de vraag hoe handig het is... om 100.000 man over de Atlantische Oceaan naar Amerika te halen. Het lijkt me handiger om dat... In de eigen regio, daar hebben we het toch over gehad. Ja, maar als die vastloopt, te vangen. Biden is wel bereid om mee te helpen. Ja, ik begreep het, in Utrecht was het al vastgelopen. Oh ja? Ja, daar waren de ambtenaren ziek. Of ziekten, was dan zoveel ziekte, dat het wel even kon duren. Dat je ook weer denkt, wat is er toch mis met de Vlaanderse overheid? <laughs> ja, hoe, hoe, waar komen al deze signalen van totale verwarring en incompetentie vandaan? Dat is toch... Merkwaardig dus hè, waarop we in de laatste jaren in Nederland getrakteerd zijn. Dat je denkt: van, is er wel iets in orde eigenlijk? Hè? Maar waren ze ziek? Wel, we beta betalen toch wel ruim voldoende belasting, zou ik zeggen. Ja, maar waren ze nou ziek om, door die vluchtelingencrisis? Of waren ze geen. Generiek... flauw idee dat ze oh. er niet zo gauw bij staan. Utrecht had problemen. Ik dacht altijd dat Utrecht een vrij redelijk functionerende stad was. Dus. nou ja. Uh, dus ik, ik durf toch wel even over de Oekraïne weinig verstandigs te zeggen. Dan nog even Je bent over... natuurlijk altijd geneigd te denken, oh God, laat het in godsnaam niet waar uh, redelijk aflopen. Het is nu al godvergeten erg. En, en laten we er niet mee doorgaan. Maar ja, dat is allemaal aan, aan Poetin. Want er was nog een signaal dat, dat ook in de omgeving van Poetin waren zuiveringen gaande. <laughs> ja, dat las ik, ja. Er waren diverse militairen die al weken niet gezien waren. Je weet dat is in die landen is dat een rampzalig signaal. Als je enige tijd niet gezien, niet gezien bent. He, want dat betekent dat je niet meer aan die lange tafels mag zitten. Zo. Dat was ook weer zo'n foto van Poetin met zijn militaire commandant. En nog een of andere ondercommandant die ook weer 15 meter afstand zaten. Het, het, is, ook, het is komisch en tragisch. He. Het is tragicomisch, laten we het zo zeggen. Maar dat. dat Poetin er sowieso aan begonnen is, is voor mij tot op dit moment een raadsel. Dat we zeggen, er zijn wel een soort van verklaringen te geven, dan komen we in alle hele algemene ideologische categorieën een groot Rusland in feite, daar hebben we het uitgebreid over gehad, en Rusland in feite als een imperiale staat, eh, die natuurlijk enorm heeft ingeleverd na het eind van de Koude Oorlog en die nu beweert. Zegt recht te hebben op een herstel van de imperiale status. Waarbij je steeds dat kunt toetsen aan hun gebrekkige economie. Ja. Maar waar, wat zou een reden zijn voor Poetin om ermee te stoppen? Heeft hij die? Nou, poepie slecht gaat natuurlijk. Ik denk dat er een, een vrij grote schaal doden vallen. De Russen zeiden zelf 1300 doden. Nou, dat is niet zo bijster waarschijnlijk. Of het er tien keer zoveel zijn, 13.000, dat zeggen de Oekraïners, als ik het wel heb. Ik kan dat ook niet beoordelen, maar dat het er meer dan 1300 zijn, dat lijkt me duidelijk. En ik begreep dat er op enorme schaal materieel vernietigd wordt. Je hoeft op die tanks maar zo'n ding te schieten. Zo'n raketje, er zijn verschillende van die draagbare systemen. Die wij ook leveren, hè? Ja, maar die zijn enorm. Nou ja, die hebben wij niet zelf gemaakt, maar ook weer gekocht van een of andere verkopende partij. Uh, ja, die blijken allemaal enorm effectief te zijn. Zodat je wel eens bij jezelf denkt, wat is eigenlijk nog de effectiviteit van tanks? Zeker als je er niet in slaagt om ze in beweging te houden, en dat is een belangrijk punt bij de Russen. Ze staan alsmaar stil. Ja, tanks is een mobiel, een mobiel ding. Dat moet je gebruiken met een, met een optimale snelheid. We hebben al eens eerder over die Duitsers gehad. Eén ding wat ze konden, terwijl tanks helemaal niet zo geweldig waren, was de zaak atempo uitvoeren. Nou, dit heeft, wat we nou iets hebben gezien van het Russische leren: is dat het voortdurend stilstaat. Langdurig stilstaat. Op sommige punten wekenlang stilstaat. Ze hebben niet te eten op een aantal punten. Dus logistiek is er heel slecht nagedacht over wat ze precies zouden moeten en kunnen doen. Die tank moet je eigenlijk voor het nou, platteland gebruiken. En daarna moet je andere dingen inzetten. Ja, in de stad heb je dan niet veel aan, toch? Ja, ik, ik ben bang dat de tank eigenlijk hier laat zien dat hij een verouderd wapen is. Dat allemaal natuurlijk heel aardig. was... Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen er ook nog heel verrassend mee geopereerd kon worden. En toen je natuurlijk met name al die draagbare apparatuur niet had. waarmee je tanks kunt uitschakelen. Eh, hoewel je toen ook al handige dingetjes kon doen. Hoor, dus de, de molotov cocktail. en, 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 en een brandende prop, gelook in de uitlaat stoppen. en nog zowat van die dingen. Maar eh, de tank maakt hier. En zeker niet in een stedelijke omgeving. Daar is die tank ook totaal niet geschikt voor in feite. Waarom zitten de rupspanden onder? Eh, voor het terrein. Dat betekent dat hij in principe in terrein alle types van terrein aan kan. Met die verstande, leuke vraag. Eh, dat de rupsen eigenlijk een van de meest kwetsbare onderdelen van de tank is en voortdurend kapot is, zodat je een nieuwe rups of, of nieuwe delen van de rups aan moet monteren. Waar toevoegen. is dat van gemaakt? Nou, die, die dingen, die tussenstukken, dat, of die op dat metaal, het hele ding is van metaal, maar er zitten wel rubberen strips op. Ik ga even af of wat ik van dichtbij heb gezien van tanks in musea. Dus dat, dat, is, dat zal overigens nog wel steeds het geval zijn. Maar de tank is ook, was vroeger ook al een heel kwetsbaar wapen. En ja, er kan heel gauw iets aan kapot gaan. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog zaten waar ze vaak slordig in elkaar gezet. Eh, onder noodruftige omstandigheden, waardoor ze nog extra vaak kapot gingen. Eh, de Russen lieten die maakten er zoveel, dat er streken kapot ging, lieten ze hem staan. De Duitsers maakten hele goede, helemaal hele dure en complexe tanks. En als daar iets mee was, moesten ze op het spoor gezet worden... Terug naar de Mannesmanfabriek in het roergebied, gerepareerd, weer op het spoor. En dan weer ergens weet ik het, naar, naar Gerzon ja. of een andere uh, Belgorod. Dus dan moest je logistiek wel goed in, zijn in Rusland. Want anders had je dan niks aan als de logistiek nee. slecht was. Ja, het loopwerk moest optimaal zijn, maar het loopwerk was heel vaak niet optimaal. Hmm. Hmm. Er zijn maar heel weinig tanks waar je niet wel negatieve berichten ja. over leest uit de Tweede Wereldoorlog. Maar stel dat hier een tank door de straat zou rijden bij jou, dan is het asfalt stuk, hè? Nou, er ligt geen asfalt. Maar, maar oh ja, of de, of de stenen hier. Ja. Het, het zou niet best zijn, nee. Het, ik denk dat er nogal wat stenen gebroken zouden zijn. Dat hangt natuurlijk erg af van het gewicht van de tank. Er is eigenlijk steeds een neiging geweest om steeds zwaardere tanks te maken. Dat. Ook daar zijn ze er wel achter gekomen dat, dat de, de, de superzware tank, hè, die, die, die Abrams tank bijvoorbeeld, die wordt ook door gasturbines aangedreven. En niet door dieselmotoren. Eh, soms zelfs in de Tweede Wereldoorlog trouwens ook benzinemotoren. Eh, die zijn eigenlijk. Het is waar, daar, daar kun je niet zo verschrikkelijk veel mee. Het lijkt indrukwekkend. en Je hebt dan natuurlijk een geweldige bepansering, die overigens altijd precies verkeerd blijkt te zijn. Want als je naar al die tanks kijkt, zie je dat ze een soort eh, spontane bepansering hebben, die die arme soldaten die erin zitten erop hebben geschroefd. Nu hadden ze ook zo'n raar kooi-constructietje bovenop de tank, waardoor dat ding wat afgeschoten wordt, dat schijnt ook de intelligentie te hebben om een. Een soort bochtje te maken en dan van bovenaf die tank te raken. Maar ik las ook, ik geef al deze kennis, geef ik voor beter, omdat ik het ook maar in de krant heb gelezen. Uh, het bleek niet erg effectief te zijn, dat kooitje. Lijkt wel wat, maar het is, het is in feite niks. Dus de meest effectieve tank is eigenlijk een tank die niet te licht is en niet te zwaar is. Dat klinkt al vrij lullig Hoeveel kilo hebben we het dan over? Nou, ik denk dat zo'n T-34, de meest succesvolle tank van de Tweede Wereldoorlog, 30 ton of zo, schat ik. Zo. Maar, maar een beetje tank, de Tiger, die was denk ik al gauw 50 ton of zo. Dus dan, dan zit je al, al met een zeer veel groter gewicht natuurlijk. Geweldige tank, de Tiger, daar niet van. Te weinig gebouwd, uh, complex, kwetsbaar. Uh, dat is een van de punten van veel uh, Duitse wapens. Geweldig. Vanuit een oogpunt van ontwerp en techniek, geweldige spullen. Eigenlijk een beetje de Duitse auto na de Tweede Wereldoorlog, zal ik maar even zeggen. We zullen het even niet hebben over die Audi met zijn accu'tje. Was toch <laughs> weer met een damesaccu. Ja. Daar zullen we het even niet over hebben. Maar ja, dat, dat is natuurlijk ergens een ideaal evenwicht tussen kosten, gewicht, effectiviteit aan de ene kant... en uh, gewicht enzovoort aan de andere kant. Ja. Hoe hard kan die rijden, zo'n tank? Op nou, de snelheid? Ik, ik dacht die Leopard, waar ik ben ooit, zoals je weet, uh, gedurende korte tijd opgeleid om commandant van een Leopard tank te worden. Ik dacht die ook in terrein wel een kilometer of 40, 50 per uur konden rijden. Dat is niet heel hard. Uh, nou, dat is voor zo'n groot ding is dat in door willekeurig terrein, ik bedoel door... door over de hei, of, of door de zandverstuiving, of door de steppen, of waar, je, waar je maar bent met dat ding, is dat een vrij behoorlijk tempo. Bovendien moet hij natuurlijk een apparatuur hebben, waardoor hij tijdens de geweldige bewegingen die hij maakt, dat hij het kanon uh, goed gericht kan houden. Het, het bij de eerste rijken. generatie Leopard bleek dat niet zo te zijn. Dus dan moest je, als je een schot wou afgeven, moest je stil gaan staan. <laughs> ja. En dan goed mikken, dan boink dat ding af en dan kon je weer gaan rijden. Je wilt dus eigenlijk schieten terwijl je rijdt en dan steeds. Ja, ook... natuurlijk, maar dus daar heb je een vrij complex vuurgeleidingssysteem voor nodig. ...om dat goed te laten draaien. Ja, daar waren de, de Russen ook niet zo goed in... ...in precisie aanvallen en, en, uh... en... Niets wat te maken heeft met precisie... ...goede tactiek, eh, nadenken... ...daar zijn ze verschrikkelijk goed in. Waarbij je ook weer denkt... Er is ons toch... ...als ik zo een beetje terugdenk... ...aan alle reportages over de vernieuwing... ...van het Russische leger en ik weet al in wat... ...door die media ook maar wat wijs gemaakt. Want nou blijkt natuurlijk... ...dat het helemaal niet goed functioneert... <laughs> Dat zeer gebrekkig functioneert in allerlei opzichten. Ja, dat is niet de indruk die we hadden gekregen. Nee, ze hebben gezegd: in Syrië hebben ze kunnen oefenen, hebben ze geleerd, hebben ze gemoderniseerd. Ja, Daar heb je natuurlijk een, kennelijk een vrij gebrekkige tegenstander. Die in ieder geval niet beschikt over grote hoeveelheden eh, goed werkende tank apparatuur. Dat zal misschien een rol spelen. Bij legers moet je toch altijd. Er is maar één test voor een leger. En dat is hoe functioneert het als het daadwerkelijk gevochten wordt. Dus niet als, als je op de haastkamp onder het prikkeldraad moet doortijgelen, dat, dat niet. Nee, als er echt gevochten wordt. En ja, daar moet je zeggen dat heel veel legers in de loop der tijd door de, door de man zijn gevallen. Als het daadwerkelijk gevochten moet worden. Ja. En dat, heel veel, dat sommige legers, ja, hoe je het ook beziet, beter konden vechten dan andere legers. Nog even over die tanken. Hoeveel man kunnen daarin? Nou, dat hangt een beetje van de tanker af, natuurlijk, hoe groot die is. En goed, er is een commandant, dat was ik dan, dat is die figuur die er zo uit dat luik kijkt. Hè? En het Met gewoon Die koptelefoons op. Ik, me, ik ben nooit zo ver gekomen dat ik dat ook. Maar er zit je dus meer bovenin. In de tank. Er zit een chauffeur in? Ja, die zit Le onderin. Ja, Leopard heeft een gewoon stuur. Kijk, bij ouderwetse tanks, de voorganger van de Leopard in het Nederlandse leger, de Centurion, die had geen stuur. Die werd bestuurd met de tracks. Dat wil zeggen, als je de rechtertrack harder zet dan de linkertrek, dan draait die. Uh, het, het draait spectaculair om zijn as heen, als je dat even volhoudt. Eerlijk gezegd. Maar je begrijpt dat het een vrij complex systeem is om zo'n ding te bedienen. Dus ja, de Leopard had een, een uh, stuurbekrachtigd stuurtje. En dat is de chauffeur. En dan is er volgens maar ook mij... Maar een gaspedaal zat erin. Ja, denk ik het wel. En een rem. Ja, ik weet niet wat voor motor er in de Leopard zat, maar... Geen handrem. Ja. Nou, wie weet waarom niet een handrem. Waarom zou er niet een handrem in kunnen zitten? Dat, die, dat je hem op een helling... Zou je het ook de hellingproef doen met een tank? Ja, dat zou kunnen, ja. Kijk, als je hem op een helling zet en hij begint meteen naar beneden te zakken... dat kan ook <laughs> de bedoeling natuurlijk zijn. Ik denk dat er een vrij normale bedieningssysteem in zit... Ik weet bijvoorbeeld helemaal niet of er een automatische versterkingsbak zit in zo'n Leopard, ja of nee. Nou ja, we hebben ze alweer weggedaan. Ja. Toen ik in dienst zat, toen hadden we, ze, hadden we er geloof ik maar een paar van de eerste serie. En ondertussen hebben we ze alweer weggedaan. Leopard had bij mijn weten een heel behoorlijke reputatie. En hoe kon je zien hoe je moest rijden? waar zat een, een, een raampje of een luikje? Ja, je, ten eerste steekt die commandant als het niet al te gevaarlijk is, zo hoeft uit dat luik dat, daar bovenop. Dat is punt één. En punt twee kun je ook door, door de aan de voorkant kun je door een soort van sleufje kijken. He, want die, die chauffeur, die moet natuurlijk ook zien waar die, waar die naartoe gaat. Daarom was ook een van de weinige dingen, nuttige dingen die ik in dienst heb geleerd, is kaartlezen. Je, je moet wel weten wat je aan het doen bent. He? En niet op, de, op de gevechtsroute zou ik maar zeggen, staan geen borden van de ANWB. links, de vijand 30 kilometer. Nee, dat heb je niet. Dus dan maar ja, denk aan hoe enorm kwetsbaar die Amerikaanse reuze tanks in Irak bleken te zijn vanwege die bermbommen. Ja, want niemand had er eigenlijk zo bij, ook te ontwerpen, zo geweldig over nagedacht dat die dingen aan de onderkant vaak kwetsbaar zijn. Dus je stopt een hele massa van die semtags in de grond en dan komt zo'n tank voorbij en dan heb je die telefoontjes van een paar tientjes of minder nog. En dan met dat telefoontje breng je de zaak tot, uh, tot ontploffing. Want ja. je, je kunt niet heel snel weg, hè? je kunt niet heel snel handelen. Nee, nee, nee. Het is niet zo dat je als een soort van scheet, een soort sportwagen, weg kunt komen. Maar ze kunnen dus substantiële snelheden ontwikkelen. Ja. Ja. Oké, okay, dan zit je dus. Maar zeggen. ja, Verenigd Irak was natuurlijk ideaal eraan. Wat is nou het mooiste, beste of meest fantastische Zand. Is natuurlijk zand. Ja. De woestijn. Denk aan, aan, die, aan die Israëli's die. die, die Wormel inderdaad buitengewoon effectief gebruikt hebben. En dat hebben ze niet zoveel in Oekraïne? Nee, er is heel weinig woestijn. Dat is een feit. Dat, dat is het dus niet. Dus wie hadden we? De chauffeur, Stuurman? de commandant. Er is iemand die het kanon moet laden. Dus ik denk dat dat een soort basisbemanning is. En hoe laat je dat? Ik heb geen flauw idee. Zo ben ik nooit gekomen. Okay. Ja, die dingen, als je ook, ook zo'n ding, ding ontploft, zo'n tank, als die goed geraakt wordt. Dan ontploft ook de munitie die hij bij zich heeft. Dus dan ben je. Nou ja, de tankbemanningen horen tot die groep van personen die in oorlogen een zeer hoge kans hebben om het niet te overleven. Bij mijn weten is. hoe heet het? De duikbootbemanningen van de Duitsers. die hadden nog minder kans. Hij nou, heeft echt. Eh, 70% het niet overleefd. Tankbemanningen weet ik niet zeker. Maar. Eh, de, in principe had je geloof, op, als er serieus gevochten wordt, twee dagen de kans dat, uh, dat je niet geraakt werd. Dus je kon beter in een vliegtuig zitten? Oh, daar moet je ook niet al te opgewekt over denken. <laughs> Misschien in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog, 43, 44, 45, werd het steeds beter. Maar uh, in principe hadden die uh, bemanningen van die bommenwerpers, die moesten uh, 20, sorry 30 sorties vliegen, dat is... 30 maal zo'n zo uh, bombardementsvlucht op Duitsland. En er waren er heel veel die de 30 niet haalden. Dus die kans was toch ook vrij aanzienlijk dat je, dat je aangeschoten werd. Dat je neerstort. Ja. Allemaal jongens van de jaren 18, 19. Ja, op zich niet zo gek dat die Russen dan niet zo gemotiveerd zijn. Als je dit, dit je beseft. Nou, bij mijn weten hebben de Russen die natuurlijk... Er wordt tegenwoordig niet meer door vier motoren bommenwerpers gebombardeerd. Maar dat, wordt, dat zijn allemaal cruise missiles nu las ik ook weer ergens, ben natuurlijk zoals gewoon vergeten waar. Dat er nogal, nogal wat de Russische cruises met als Je ziet ook vrij veel beeldmateriaal van zo'n zo nog praktisch complete raket. Ja. Die tussen de tramrails uh, klem gezet, uh, klem geraakt is, maar die dus niet afgegaan is. Ja. Maar vier man zit er dus in om en nabij, in zo'n tank. Ja, ik denk in een grotere tank misschien nog, nog eentje, maar iets in die geest zal het zijn. Oké, ja, dan is het best wel druk in zo'n kleine cabine. Ja, het is eh, enorm claustrofobisch. Als je last hebt van claustrofobie, heb ik wel last van. Het is ook een hele nuttige zaak dat ik het niet ver gebracht heb in het, eh, in het tankcommandant zijn. Er is overigens op de, de basis waar ik ben opgekomen, dat is de Prins Bernhard kazerne in Amersfoort, is een bijzonder aardig tankmuseum. Wat ik voor liefhebbers. Je hebt op dit terrein heel veel liefhebbers waarom kan aanbevelen, ondanks het feit dat je identiteit daar gecontroleerd wordt. Ze zijn namelijk bang dat er een roofoverval van radicale moslims zal zijn, die dan met de hele voorraad <laughs> verdwijnen naar het oosten of zoiets dergelijks. Ik heb die, wij hebben daar een bezoek gebracht met mijn broer en zus, die dat natuurlijk allemaal niet zo interessant vonden als ik het vond. Ja. En daar heb ik nog tegen gezegd. Als jullie zo raar doen met die identiteit. <laughs> dan krijg je. Ja, want ze klagen dat ze zo weinig bezoekers hadden. Ja, dat geloof ik graag. Ik ben benieu benieuwd niet of dat nog steeds zo is. Maar het is op zichzelf. Ja, als je met je rijbewijs naar binnenkomt. dan is het. Eh, als je interesse in dit soort van dingen hebt. is het bijzonder aardig en leerzaam. Maar dan kun je dus ook erin gaan zitten daar? Nee, bij mijn weten niet. Ik herinner mij van ons bezoeken. Maar goed. Eh, ja, we wij, wij hebben altijd te weinig tijd voor zo'n bezoek, maar ik herinner me niet dat je erin mocht gaan zitten. Nee. Ja. Maar het is in een tank niet gezellig. Nee, dat begrijp ik wel nu uit jouw lezing. Dat is, het is klein en het is een grote kans dat je doodgaat. Een hele grote kans dat je doodgaat. En als je ja. als afvuurt, geef, krijg je een terugslag? Ik neem aan dat er een soort van terugslag is. Dat geldt wel altijd als je iets, als je al iets ja. afvuurt. Ja. Als je iets die kant op schiet, dan heb je altijd. Ja, dat, is een, dat hoort tot de bewegingswetten van Newton. Vind je deze podcast nou leuk? Volg ons kanaal dan. Dat doe je op Apple Podcast door op het plusje te klikken. En op Spotify op volgend. Dan krijg je namelijk automatisch een seinje als er weer een nieuwe aflevering live staat. Zou je dat ook de hellingproef doen met een tank? Een men wilde een totaal nieuwe samenleving. Creëer, een, een rechtvaardige samenleving. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis zou een waarlijk rechtvaardige samenleving tot stand worden gebracht. En bovendien een waarlijk moderne samenleving. Maarten van Rossum over de geschiedenis van de Sovjet-Unie. En we weten allemaal dat het eigenlijk heel anders gelopen is. toen het experiment eenmaal was gestart. Het luisterboek staat nu voor je klaar. Download het via het linkje in de beschrijving. De impact van die revolutie is enorm geweest. Misschien is het wel in allerlei opzichten de meest, ook tegelijkertijd de meest invloedrijke politieke gebeurtenis van de vorige eeuw geweest.